Hey, alles goed? Yo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering Backstage van Coke TV. We gaan namelijk iemand verrassen. Ik ga namelijk Pernille vandaag verrassen. En we gaan op pad met een te gekke artiest. Niet met mij, Sherry-Anne, maar dat komt zo meteen. Maar mijn dag begint natuurlijk altijd even door de wasstraat, in de make-up bij Marloes. Even kijken of ze er natuurlijk al is. Hi, Mop. Hoe is het? Hi, helemaal goed. Before. Bam. Helemaal ready om richting Amsterdam te gaan bij Lucia Martas, waar ze danst. Want ik ga namelijk Pernille vandaag verrassen met een hele leuke wens. Want we gaan met een artiest op pad. Wordt vervolgd. Nou, ik ga nu naar boven. Ze heeft geen idee dat ik hier ben. Ik storm gewoon naar binnen. Let's go. Spannend. Nog één trappetje. En dan sta ik voor de klas aan de deur te trekken. Komt ie. Zit ze daarin? Heel de familie is mee natuurlijk. Ik weet nog niet helemaal niet wat ik ga doen als ik binnen. Gewoon rennen. Steven heeft me natuurlijk gewoon al gezien. Ik ben Sherry van Coke TV en ik kom jou verrassen. Ik kom je eigenlijk gewoon stiekem meenemen. En dan denk je waarschijnlijk, ja, mam, wat heb je nou weer geregeld? Ik weet het, maar jij nog niet. Nee. Heb je er zin in? Ik heb nog geen idee wat we gaan doen, maar zeg maar gewoon ja. Ik heb er zin in. En ik weet dat je gek bent van dansen. Ik weet ook dat je heel erg goed kan zingen. En wat ik ook weet, is dat je ook een best wel toffe kledingstijl hebt. Die drie ingrediënten die kunnen we vandaag wel gebruiken. Dat wordt superleuk. Yes? Ja. Ga je even snel omkleden? Ja. Ja, doe dat. Kom even wat dichterbij. Ik heb namelijk een verrassing. We gaan een experience krijgen vandaag. Want ik weet dat ze fan is van Sharon Dawson. Echte. Maar ze weet het zelf allemaal nog niet. Let's go. Hoppakee, daar gaan we. Heb je enig idee waar we naartoe gaan? Wat we gaan doen? Nee, echt helemaal niet. Kom. Aangekomen op locatie 1. Hier staat een hele leuke verrassing binnen. Dus die ga ik even ophalen. Zij kan nu helemaal niks zien. I'll be right back. Nou, ik ben er, hè. Het heeft even mogen duren. Heb je enig idee wie het zou kunnen zijn? Nee. Je mag eventjes aan die persoon zitten. Stop! Oké, komt ie. Je gaat het achter mij meelopen. Oké. Leuk, hè? Ja. Heb je enig idee wat we dan zouden kunnen gaan doen? Nee, ja. Misschien iets met zingen of iets anders, maar ik heb echt geen idee. Ik ga vanavond heb ik echt een hele toffe show. Je gaat een beetje zien hoe dat allemaal gaat. En nog iets wat vet leuk is, want normaal rijden we met twee auto's. Ja. Maar ik heb haar tourmanager zover gekregen dat we dus bij hun in de auto mogen zitten. Wij zitten er ook bij als ze zitten gorgelen. En we zitten er zelfs bij op het moment dat ze net het podium oploopt. En er zijn ook nog een aantal andere artiesten volgens mij die avond daar. Maar wat we eerst nu gaan doen, gaan we wat drinken, een beetje bijkletsen. En dan zijn we zo dadelijk terug bij jullie. Yay! Het gezellig! Waar gaan we naartoe, Cher? We gaan naar Bergse Hoek. We gaan daar even naar de optreden. Even een showtje geven. Dit is de tourmanager. Hey, is dit een experience of is dit een vette experience? Een vette experience. Cher, we zijn dus nu aangekomen op de locatie. Wat we zo gaan doen, we gaan gewoon naar binnen. Bruno gaat eventjes de contactpersoon zoeken. Dan gaan we spulletjes even neerzetten in mijn eigen kleedkamer. Mensen groeten. En dan ga ik me klaarmaken, make-upje doen, een beetje inzingen, omkleden. En dan probeer ik me zo rustig mogelijk te houden. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Het wordt nu tijd voor... om uit te stappen. Yes! Woehoe! Heb je er zin in? Ja, zeker. Kijk eens wie we hier hebben, kijk. Hoi. Hoi. Frans. Hoi. Hallo, lieve kijkers thuis. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Zijn we dan? Ja. Backstage. We zijn net Lange Frans al tegengekomen. Komen ze dadelijk natuurlijk nog meer vette artiesten tegen. Dus gaan kijken? Ja. Maar volgens mij is ze zich aan het opmaken. Foto heb ik al op zak met? Lange Frans. Lange Frans. En hij is lang ook, kan ik je vertellen. Moppie, wat ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Wij staan hier natuurlijk... backstage, kunnen we wat te drinken voor je halen? Of, nou, wat wil je? Ik wil een kopje thee. Kopje thee, wordt geregeld. Ja, de meeste artiesten die drinken natuurlijk even voordat ze opgaan een kopje thee. Scoor je punten mee, mag je de volgende keer weer mee. Hey. Ik heb hier een superster, hè? Ja, I know. Dus als jij nog ooit eens een danseres nodig hebt, ja, geregeld. Dansen met Sharon Dawson op het podium.
Marie van de Ven. Ja, ja. Oh, maar Loes gaat zo trots op mij zijn. Doet ze ook nog wel eens dit? Tudut. Wij zijn ready om het podium op te gaan. Kijk dan hoe mooi ze is. Volgens mij is ze ready. Oh, ik heb echt vet veel zin om het te zien. Toi, 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 toi. We moeten even door. Oké, let's go. Veel plezier, schat. We gaan even kijken of de mic werkt, of het geluid goed zit. Lijncheck, beveiliging goed. Waar je eruit moet lopen, vind ik altijd heel erg prettig. Maar Sharon weet ik ook dat, dat ze dat heel erg prettig vindt. Ready? Ja. Je ziet toch nooit dat je een gammel plaats speelt met de mensen. Ja! Ongelooflijk! Maar stop! Is het goed gegaan? Ja, was leuk. Was leuk. Nice! Goed publiek! Ja, goed publiek. Nice! Ja, ja. Ga er vandoor, ik moet dat volgen. Bye bye, doei doei! Wij zijn aan het draaien voor Coke TV backstage. The man himself! Backstage! Ja, leuk je te zien! Heel leuk! Leuk, leuk! Ja, vandoor! Ja. Ik wil jou sowieso even zelf ontzettend bedanken voor je tijd. Graag gedaan! Ga je gewoon 3 zoenen geven? En je klonk echt fantastisch. En heb je nou ook een mega grote droom of een heel klein wensje? Laat het ons dan weten. Want zoals je ziet, backstage bij het laatste optreden van Sharon Dawson. Yes. Wat wil je nou nog meer? Ik heb natuurlijk idee, ik jou ook natuurlijk. Ja, natuurlijk, schat. Dankjewel voor het kijken. En ga ons natuurlijk volgen op alle andere kanalen. Facebook, Twitter, Instagram. En tot de volgende keer. Yes. Dankjewel. Ciao.